Er was in die tijd niet super veel aandacht voor mij. Want mijn moeders, ze waren aan het ruzien. Ze waren zo boos op elkaar. En dat vond ik heel erg verdrietig. Je hoort kinderen die in de Jeugdjournaal podcast vertellen hoe het is als je ouders uit elkaar gaan. Ik had dat helemaal niet verwacht, want ze hadden echt nooit ruzie. Margriet de Kalverboer heeft een groot onderzoek gedaan. En het blijkt dat kinderen altijd last hebben van een scheiding. Ook als dat zonder veel ruzie gebeurt. Ik ben er wel van geschrokken, want ook ik had, net als heel veel mensen, het idee van, nou, als je het maar goed doet, dan merken kinderen daar niet zoveel van. En dat is niet waar. Uit het onderzoek blijkt dat kinderen met gescheiden ouders stress en verdriet hebben. De band met hun ouders is slechter dan bij andere kinderen. En ze missen aandacht, liefde en het goede voorbeeld. Dat laatste hoort Margriet de Kalverboer vaak van kinderen. Wij leren dat je met woorden de dingen oplost, dat je elkaar niet mag pesten, dat je niet gemeen, onaardig tegen elkaar doet. En ik zie mijn vader en mijn moeder en ik hou van allebei en ze doen heel naar tegen elkaar. Als ouders minder ruzie maken, hebben kinderen wel minder last van de scheiding, blijkt uit onderzoek. Ouders moeten daarom hun kinderen niet lastigvallen met hun ruzies en ze juist extra aandacht geven. Praat met je kinderen, want ze zullen zelf niet snel zeggen dat ze er last van hebben. En stel werkelijk hun belang voorop. Je gaat als partner uit elkaar, maar je blijft ouders en blijft dus ouder. Voor kinderen is het belangrijk om te weten dat een scheiding nooit door hen komt. Het is niet jouw schuld en je ouders houden van je. Verder denk ik misschien dat het kinderen ook helpt dat er andere kinderen zijn in dezelfde situatie. Dat er mensen zijn die zij vertrouwen. En ik dacht ook, als je er niet over kan praten, en misschien kan je wel iets opschrijven. Misschien kan je een mooie tekening maken. Misschien kan je een rap maken. Dat helpt ook volgens de kinderen uit de podcast. Ik vind het fijn om erover te praten. Het is gewoon fijn om je gevoelens kwijt te kunnen. Stel je hebt een knoop bijvoorbeeld in je maag, dan kan die eruit gaan als je erover praat.